Hoi kijkers van de Geweldige Kaas, welkom bij aflevering 60 alweer van Op Reis met Robin. Oké, het gaat lekker, het gaat zo lekker. Ik vind deze serie zo leuk. Ah, het is niet normaal. Oké, hopelijk vinden jullie hem ook leuk. Dat is trouwens ook heel belangrijk. Een YouTuber mag niet egoïstisch zijn. Jawel, het moet... Jawel, nee, het mag niet. Ik zal eerlijk zijn, ik ben best wel egoïstisch. Nee, ik ben niet egoïstisch. Dat is weer zo egoïstisch. Zal ik dan weer zo... Oké, laat maar. Die moet je gewoon begrijpen. En anders moet ik hem niet uitleggen. Want anders kun je hem toch nooit snappen. We gingen de vorige aflevering. Hadden gezegd van we gaan hier een balkon bouwen. Maar daar moesten we heel veel steentjes weghakken. En dat heb ik dus maar off-camera gedaan. Omdat ik telkens dacht van... wat zal ik dan eens zeggen terwijl ik die steentjes weghak? Maar... Terwijl ik dat dacht, had ik ze al lang weggehakt. Dus dat was wel heel toevallig dat dat zo ging. Ik heb een WhatsApp bericht gekregen. Oké, dat maakt niet uit. Goed, dat was iets uit mijn klas, mijn groepsgesprek van de klas. Maar ja, helemaal niks interessants. Want ik ken die groepsgesprekken van mijn klas wel. Oké, we gaan. Die kist staat in de weg, die moeten we dan nog eens verplaatsen. Misschien kunnen we dan daar zo kisten zetten en daar zo. Wie weet. Het is wel een beetje onhandig als je dan telkens naar boven moet. Ik haat de regen hier. Geloof me, ik haat het echt. Ik haat gewoon regen over het algemeen. Ook gewoon in Nederland regen. Al is het wel zo, we wonen in een goed land. Heel veilig alles en zo. Maar dan zijn er altijd zo van die mensen die zeuren over de regen. What the fuck? Nederland is bijna een perfect land. Het enige wat echt dom is, is dat het zo vaak regent. Maar echt vaak regenen doet het ook niet hoor. En we hebben geen touw gekregen. Maar ja, daar moet je dan gewoon niet over zeuren bij Nederland. Want Nederland is perfect om te wonen. En we moeten gewoon... Ja, en België ook natuurlijk. Alleen ziet het er nogal rommelig uit op straat. Dat is dan wat wij vinden. Als Nederlanders. Maar in ieder geval, dat is dus wat ik wou meegeven aan jullie. In ieder geval, blij zijn maar waar je woont. Nederland, België, perfect land. Mooi. Zijn er nog spinnen? Binnen oogbereik. Dat we ze kunnen zien. Dat we ze kunnen... dat we er naartoe kunnen. En dan vermorzelen. Want dan hebben we touw. Want we hebben geen touw gekregen van die vorige spin die we zagen. Jammer genoeg. Maar ja, het is zo. En jammer. Maar goed. Dat moet je ook weer accepteren. Wel heel veel zombies hier. Daar hebben we ook niks aan. Eigenlijk. Ja, XP. Maar daar heb ik nou nog niks aan. Want we hebben nog geen enchantment table. Weet je wat, we gaan gewoon... We hebben een bed nu nog niet nodig ook, hè? We kunnen ook gewoon hierin ons ding blijven doen. En dat komt helemaal goed. Wij gaan gewoon... wacht. Nou weet ik opeens weer waarvoor ik naar buiten ging. Ik ga ondertussen eventjes in de ovens zand smelten. Ik voel dat ik geslagen word door een of ander ding. Ga weg. Vind ik niet fijn. Hoe komt die binnen? Hoe kwam die binnen? Ik heb geen flauw idee. Wij gaan zand smelten. Eentje moet weg. Ja, dat is perfect. En dan gaan wij buiten zoeken naar een... Oh jee. Ga weg. Naar een birchwood tree. Want van een birchwood tree krijgen wij birchwood. En dat is wat we nodig hadden voor die vloer daar. Oh, bijna. Zo, wat een rare schreeuw van mij was dat trouwens. Oké, we hakken die boom. Deze, want dat is de uitverkorene. De uitverkorene boom. Niet te weinig. En die hakken we. En als wij het niet meer kunnen ophouden, kakken we. Oh, wat een heel kinderachtig rijmpje eigenlijk. Ja, oké. We hebben birchwood. Die gaan we omzetten naar hout. Naar echte houten planken waar je echt goed mee kan bouwen. Want birchwood logs... Dat gebeurt niet vaak dat er mensen echt iets mee bouwen. Omdat het gewoon niet echt heel mooi is. Maar ja, het lijkt wel op birchwood. Dus dan is het toch wel goed, denk ik. Wij pakken deze. Die zetten wij op de goede plek neer. Dat is hier zo. En op de goede plek, dat betekent dat er goed toortjes op kunnen gehangen worden. En dan hebben we dit. Oh, ik hoor omweer. Oh. We doen hier nog een pilaar. En dan hier nog eentje. Kijk. En dan hebben we dit effect. Oh, ik moet nog een timer aanzetten. Oh jee. Oké, dan gaan we weer. 5 minuutjes hebben we nog. En
Ho. Ho, ho, ho. Mooi. Wat gaan wij hier zo als muur doen? Dat is wat ik me afvraag. Weet je wat we het beste kunnen doen? Wij kunnen kool pakken en wij kunnen beter gewoon wat stackstone gaan smelten. Want dan kun je daar ook weer mee bouwen. Wij smelten deze drie stacks. Dat is 3 keer 8 hebben we nodig. Dat zijn deze. Ja. En die. Nou hebben we 6 van deze gevallen glas om de reling mee te maken. De armleuning, de dingen. Ja, ik noem het een reling. En dan kunnen we die hier zo zetten. Mooi, hè? Hier zijn nog toortjes. Dat ziet er prachtig uit. Hier zo beneden moet er ook nog een toortje. Eentje in de hoek. Niet hier. Eentje in de hoek. Eentje in de hoek. Ja. Mooi huis. Dit moet uiteindelijk van dat ding worden. Van de stone brick. Omdat er gewoon beter staat. En we hebben al superveel van dat... gewone dingen, birch wood, dus dat willen we ook niet meer. Kijk, dan veranderen we deze en naar hier. Zo, hopelijk vind je dat niet erg. Ik wel trouwens, gewoon omdat het moeite kost. Ik ben te lui daarvoor, zoals je misschien wel weet. Maar uiteindelijk, als het is gedaan, dan is het mooi. Oké, hoe? Ja, we moeten eventjes die toortjes nog ophangen. Ja. Dan deze hier zo. En dan kunnen we verder met bouwen. Oh, niet daar. Zo. Oh, nog 2. Zo. Omzetten. En dan is het gedaan. Mooi. En dan hier missen we er nog 2. Want het ziet er nogal raar uit. En dit is prachtig. Ik vind het mooi. Is er... Wacht. Even open. Open. Nee, tegelijk open. Ja. Daar, hier zo, gaan we ook nog birchwood, van die stone brick zetten. Omdat het mooi is. En dan zetten we deze ook weer om. Stone bricks. Echt gewoon swag. Kom, we gaan hier. Vloep. Ja, bijna. Deze, nou. Ik ga nou blijven staan. Oké, dat vind ik goed hoor. Dat vind ik goed. Prachtig dit. Kan hier een toortje op? Nee. Je kunt geen toortje hierop zetten. Dat heb ik nu geleerd. Die mag dicht. Ik ben tevreden met dit. Omdat dit er gewoon mooi uitziet. Dus dan mogen jullie er ook wel tevreden mee zijn. Hier zo tussen doen wij een laagje steen. Stone brick. En een laagje gewone steen. Omdat het toch al een beetje hier zo zit. Dat is lekker goedkoop. We gaan eventjes hier zo stone brick pakken. 12 ja. Omzetten. Yo. Deze of u. En dan hier zo neerzetten. Ik weet niet of we dat om de hoek ook gaan doen. Of dat we daar een ander patroontje gaan doen. Wie weet. In ieder geval hier zo doen we het wel. Nu moeten we nog eventjes wachten tot al die dingen zijn uitgesmolten. Hoeveel hebben we er nodig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Ja, dat gaat wel even. Dat gaat wel goed. Ik denk dat we daar wel genoeg voor hebben. Kijk. Pakken we deze. 9 en 3. Dat is goed. Oh, nee. Niet omzetten. Oké, die zetten we hier. Niet misplaatsen. We kunnen er eentje misplaatsen. Zo. Prachtig. En nu hebben we dus zo'n muur. Nou, ik vind het helemaal mooi. Ik vind het helemaal mooi. Het ziet er allemaal prachtig uit, dit huis. Ik vind het echt een heel mooi huis. Vooral zo, als uitzicht. Ja, we moeten meer met plantjes, zie ik. We moeten echt meer met leaves en alles. Kunnen wij hier zo leaves neerzetten? Volgens mij is dat wel leuk. Ik doe dit weg. Als je niet... Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Slow motion. Zo. Dan gaan wij met een schaar leaves knippen. En dan even... van tevoren dit weghakken als je het niet erg vindt en dan kunnen we leaves daar zetten en dan doen we hier zo een opening dus dat je er doorheen kan lopen en dan hier zo weer leaves en alles, je snapt het geval, en dan komt er een buitenstukje, een stukje dat je naar buiten kan. Dat lijkt mij mooi. Ik merk dat ik echt heel veel ideeën heb voor dit gebeuren, deze serie en zo. Je snapt waar ik het over heb.
Ik vind dat heel leuk, want dat heb ik liever, veel liever, dan dat ik echt niet weet wat ik moet bouwen. Zo. Oh, hier nog. En nu gaan we... Oh, kunnen we de aflevering een beetje langer maken? Dat is niet erg, hè? Wij gaan met de schaar die we hebben snel leaves knippen. Ik ga wel echt opschieten. En dan hopelijk op tijd de dingen af. Zonder echt te lang bezig te zijn. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Laat dan even een like achter. Abonneer. Eentje te weinig. Op de geweldige kaas. Voor meer. Bedankt Wouter voor het editen. En dan zeg ik tegen jullie. Tot de volgende keer. Doei.